Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1400 met een uitzending voor vandaag, 3 september 2018. Dit is het bulletin van maandag. Ja, vandaag heb ik iets bijzonders in de uitzending. De data, daar begin ik mee, is 1,5 seconde lang. Helemaal aan het eind van deze uitzending is dat in 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, dat blijft goed gaan met die grote stukken tekst. Ja, ik was zo pas bezig met een onderwerp voor de Daily Minutes om dat voor te bereiden toen er iets bijzonders gebeurde. De telefoon ging en ik zag een bekend nummer dat ik niet direct herkende. Aan de andere kant van de lijn was iemand die ik zeker al 30 jaar niet meer gesproken had. Fred Forstemans van RDS Electronics. Fred en zijn winkel die zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk ervoor geweest dat ik ooit PNL ETE geworden ben. Met name de steun die ik van die man kreeg, dat was geweldig. En ik was toen een jaar of 16, 17... Het feit dat ik hem zo pas sprak, dat raakte me dan ook bijzonder. Dat is erg leuk om te horen. Fred vertelde dat hij zeer met zijn gezondheid sukkelt. Hij is erg ziek geweest en hij wist ook niet of wat er deze week te gebeuren staat kon doorgaan. Maar sinds kort gaat het een stuk beter met hem. Aanstaande donderdag bestaat zijn winkel, RDS Electronics, waarin een aantal zaken staan die zo naar een museum kunnen, 45 jaar. Zijn oude klanten van vroeger, en dat zijn er veel, zeker die ook meeluisteren denk ik, die nodigt hij uit om aanstaande donderdag vanaf 4 uur even een handje te komen schudden. Er is dan wat te eten en te drinken. Fred's winkel die is nog af en toe open. Hij is van plan om de winkel ook de komende tijd, voor zover dat qua gezondheid gaat, op zaterdagen open te houden. Een deel van de spullen die er staan, die gaan naar een museum of worden anders ondergebracht in een stichting. Maar de onderdelen die hij ook in voorraad heeft, die zijn nog gewoon te koop. Aanstaande donderdag dus is het 45-jarig bestaan van RDS Electronics in de Heidenstraat in Amersfoort, waarbij alle oude klanten worden uitgenodigd om vanaf 4 uur in de Heidenstraat aanwezig te zijn. Deel 7 van de serie over antennes. We waren beland bij de tuner en de goede afstemming tussen de tuner en de zender en de middengoede afstemming van een eventuele kabel die naar de tuner naar de antenne toe gaat. Wat gebeurt en wat dus eigenlijk ongewenst is, dat is dat de tuner het stuk kabel tussen tuner en antenne als onderdeel van de antenne gaat zien. Daardoor is de kans groot dat de goede werking van deze coax of open lijn door de werking van de tuner wordt verstoord en dat er daarop staande golven ontstaan. Deze zorgen er dan voor dat deze kabel net als de antenne gaat stralen. Dat is ongewenst, want de energie die hier ontsnapt, al is het niet enorm veel, die wordt niet door de antenne zelf uitgestraald. De zo uitgestraalde HF-energie kan bovendien storing in huis of bij de buren veroorzaken. Zoiets hoeft niettemin bij een vermogen van bijvoorbeeld 25 watt niet tot heel grote problemen te leiden. Het is niet de bedoeling, maar het is ook geen zaak om je bij niet al te vaak gebruikte antennes enorm veel zorgen over te maken. Of in zo'n geval heel veel geld ervoor uit te geven. Oké, het werkt wat minder goed en je hebt wat meer kans op storing. Hou dat in gedachten, maar het werkt natuurlijk wel. Ook aan de ontvangerkant gebeurt in zo'n geval iets vergelijkbaars. Door de misaanpassing is de kans groter dat je storing ontvangt die vanuit het huis afkomstig is. Overigens, een G5RV-antenne maakt juist gebruik van een stralende voedingskabel. Het originele ontwerp van die antenne werd door de in 2000 overleden R. Lewis Varney, G5RV, in 1966 al gepubliceerd in RSTB Bulletin. Aan de antenne zit een bepaalde lengte open lijn, die echter als onderdeel van de antenne zelf helpt om deze goed te laten stralen. Doordat de draden in de open lijn zo dicht bij elkaar lopen en de signalen op die draden met elkaar in tegenfase zijn, zal toch het grootste deel van het signaal door beide draadelementen, samen 3/2 golflengte op 14 MHz, en niet door de open lijn worden uitgestraald. De G5RV kan op de meeste banden overigens alleen in combinatie met een antennetuner worden gebruikt. Een belangrijk voordeel van een antennetuner is trouwens ook dat deze het signaal nog wat extra filtert, wat de uitstraling van stoorsignalen, met name harmonische, onderdrukt. Dat is vooral bij gebruik van multibandantennes zinvol. Harmonische bij amateurapparatuur vallen doorgaans ook weer in amateurbanden en worden door multibandantennes dus onverzwakt weer uitgezonden. Gebruik van een tuner verzwakt deze stoorsignalen aanzienlijk. Dit is deel 5 van de serie over repeatertechniek. Paul PA3DFR mailde mij nog over iets rond isolatoren dat ik niet genoemd had. Paul, bedankt. Isolatoren worden ook achter zenders geplaatst, zo schrijft hij, om intermodulatie tussen meerdere zenders op één locatie te voorkomen. Meerdere signalen van sterke zenders in een zendereindtrap, als ze daar terechtkomen, kan dit eventueel samen met het signaal van de zender zelf tot intermodulatie leiden. Intermodulatie kan ook komen uit bijvoorbeeld een in de zender ingebouwde directional koppeler om SWR te meten. Een isolator voorkomt dan dat de signalen van andere zenders op die plek in de zender kunnen terechtkomen. We waren gebleven bij de controllers. In principe kan een controller werken door de squelch direct aan de PTT van de zender door te koppelen en verder niet. Bij zendontvangers die een crossband repeater functie hebben, gebeurt het vaak op die manier.
Op zich is dat prima, maar het is toch wel prettig als gebruikers een reactie van de repeater terugkrijgen, zodat ze kunnen vaststellen of ze door de repeater ontvangen worden gehoord. Dit kan bijvoorbeeld door de zender nog korte tijd in de lucht te laten als de sequels al dicht gaat. De meeste repeaters combineren dat met een rotsjepiep, maar dat hoeft echter niet. Simplex repeaters die zijn er in twee varianten. De ene variant koppelt het signaal dat op de plek van de repeater ontvangen wordt door naar een netwerk, meest via internet of iets als hamnet. En signalen die van het netwerk worden ontvangen, die worden in de ether uitgezonden. Hiervoor zijn meerdere namen in gebruik. Simplex repeater is de wat minder gebruikte. Node, link of hotspot komen als naam in het Nederlands ook voor. Een dergelijke repeater werkt niet meer als het netwerk niet functioneert. Als controller wordt hier meestal een computer gebruikt of een combinatie van een fysieke controller en een computer waarbij de laatste voor de koppeling naar het netwerk zorgt. Een andere vorm van simplex repeaters is de papegaai repeater. Alternatieve namen daar zijn herhaalzender en store en forward. Een papegaai repeater herhaalt op dezelfde frequentie wat er is ontvangen, waarbij er meestal een maximale tijdsduur is dat er gesproken kan worden. Een dergelijke repeater werkt zonder netwerk. Er zijn speciale controllers voor papegaai-repeaters. Er zijn reguliere controllers die een papegaai-functie ondersteunen. En er zijn ook softwarecontrollers voor die op een computer werken. Nadeel van een papegaai-repeater is dat je steeds op een doorgang moet wachten. De communicatie verloopt daardoor traag. Het grote voordeel van een simplex-repeater is echter de eenvoud. Er is alleen een reguliere zendontvanger nodig, geen filters. En zet je twee simplex-repeaters neer op een paar honderd meter uit elkaar, die je via een radiolink of via internet koppelt, dan kun je het duo ook gewoon als repeater gebruiken. Dit is, zoals ik al meldde, bij 10 meter repeaters de standaardpraktijk. Er zijn, zoals ik zei, enorm veel controllers te koop. Eenvoudige controllers bevatten alleen een koolgever, rotsjepiep en niet veel meer. De meeste controllers die nu te koop zijn kun je op afstand besturen, ook de exemplaren die niet op computers gebaseerd zijn. Deze controllers kun je via DTMF op afstand configureren. Dat configureren via DTMF op afstand heeft, als je niet oppast, wel een paar risico's. De kans is groot, als je geen extra maatregelen neemt, dat een grapjas de codes weet te achterhalen en dan op eigen houtje gaat proberen de repeater opnieuw te configureren. Het instellen van een pincode voor zoiets is niet een afdoende bescherming. Iemand kan gewoon opname maken van de ingang en ook de pincode is dan zo achterhaald. DTMF-codes worden in de meeste gevallen niet gerelieerd. Dat is zeker bij gekoppelde repeaters van belang, omdat het in sommige gevallen ook functies bij de gekoppelde repeaters kan beïnvloeden. Sommige controllers hebben een extra besturingsingang. Hierop kan een extra ontvanger gekoppeld worden op een willekeurige frequentie, vaak in een band waar de repeater niet werkt. Het besturen met DTMF van de repeater werkt dan uitsluitend op de frequentie van deze extra ontvanger en niet op de repeateringang. Om de frequentie moeilijk raadbaar te maken kun je die eventueel af en toe veranderen. Nadeel is dat je daar dan wel voor naar de repeaterlocatie moet. Een waarschijnlijk betere manier is er eentje die vaker wordt gebruikt. De controller heeft dan een programmeermodus die je kunt activeren door bijvoorbeeld een telefoonnummer te bellen en daar een pincode in te tikken. Na intoetsen van de pincode kun je bijvoorbeeld 5 minuten lang de programmeermodus van de repeater via de ingang van de repeater gebruiken. Bij gebruik van een Raspberry Pi of een andere computer voor de besturing zijn de mogelijkheden voor configuratie op afstand veel uitgebreider, als de controlecomputer tenminste via internet te benaderen is. Door de jaren heen zijn er diverse functies ontwikkeld om misbruik en ongewenst gedrag op repeaters te voorkomen. Eentje daarvan is de al eerder genoemde anti-kerchunk. Op dat soort dingen gaan we later in deze serie nog verder in. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.